typisch voor Haspengouw is de hoge concentratie aan kerken. Ze dateren hoofdzakelijk uit twee periodes van kerkenbouw. De vroege middeleeuwen tot de 16e eeuw en de 19e eeuw. Vaak zijn er rond die kerk historische dorpskernen gegroeid, zoals in Alken. We zijn hier in de Sint-Aldegondeskerk. Een van de dingen die in de oog springen als je de kerk binnenkomt, dat is wel het mooie koor. En vooral dan de glasramen. Al de onderwerpen zijn dus gerelateerd aan het offer. Oude Testament, zowel als Nieuwe Testament. De oorspronkelijke kerk was een ecclesia integra. Zij mochten alle sacramenten toedienen, waaronder ook het doopsel. En vandaar, dit noemde men dan ook een doopkerk. En zowel de kindjes van Sint-Lambrechtsherk als van Ulbeek, die moesten allemaal naar hier komen om hier in Alken in die doopkerk gedoopt te worden. En het overblijfsel van die tijd zijn nog die twee authentieke doopfonten. In het centrum van Alken liggen meerdere erfgoedpareltjes. Op wandelafstand van elkaar vind je het gemeentehuis, de gildezaal, de pastorie, de school en de dorpsmolen. Het is een Francis Turbine watermolen. Die is in 1930 volledig herbouwd. Dus voorheen was dat een gewone watermolen zoals we die meestal kennen. Dit is de enige watermolen van dit type in de provincie Limburg die maalvaardig is. De aandrijving die komt daar binnen door de muur. En we hebben hier een grote transmissieas die heel de mechaniek aandrijft. Dat wil zeggen eerst en vooral twee koppelstenen, twee koppelmaaltstenen. En het meel komt door deze meelpijpen naar beneden als het gemalen wordt.